Dit is de haai waar het allemaal om gaat. Een joekel die ook al behoorlijk op leeftijd is. A grandmother. She's probably 50 years old. And certainly her first litters of pups she would have been having 30 years ago are also making babies. Het team van wetenschappers vond de haai tijdens een expeditie bij Canada, bij Nova Scotia om precies te zijn. Dat is een gebied vol grote en kleine eilandjes in de Atlantische Oceaan. Het is een plek waar deze haaien graag komen, en de onderzoekers dus ook. The diversity of the sharks very interesting here, both males and females, both immature and mature, some subadult right on the cusp of maturity, and that allows you to broaden the science here. So that is just amazing. Ook in de zee bij Nederland komen haaien voor, maar hier zitten alleen kleinere haaiensoorten. Het is er voor één. Het is een gevlekte gladde haai. Heel soms wordt er wat groters gespot, zoals deze die ongeveer een meter lang is. Maar dat is allemaal niks vergeleken bij de haai in Canada. Daar gaat het om een witte haai, een van de grootste haaiensoorten ter wereld. Het is een vrouwtje en de onderzoekers hebben haar een naam gegeven, Nukumi. Die naam komt uit een oud verhaal over een wijze oma. En met haar 50 jaar is Nukumi dus al een oudje. Ze is meer dan 5 meter lang en zo zwaar als een flinke auto. Ruim 1500 kilo. Het is een spectaculaire ontdekking voor de onderzoekers. Als je kijkt naar alle healed over scars en blotches en dingen die op haar skin zijn, really looking at the story of her life. En dat maakt je feel really insignificant. Alle haaien die ze hier opsporen krijgen een chip met een zendertje. En daarmee kunnen de roofdieren worden gevolgd en leren wetenschappers er meer over. Haast elke dag lukt het ze om haaien te chippen. It's been a good day today. Two female white sharks today. De expeditie bij Canada is nu bijna klaar. Hierna kunnen de onderzoekers vanaf hun computer de gechipte haaien in de gaten houden. It's been a good trip so far. Two more days to go.